Vandaag heb ik een presentatie gegeven in de bibliotheek in Amstelveen. En ik heb eigenlijk in grote lijnen geïnformeerd over wanneer de techniek is ontstaan, wat er allemaal mee gemaakt wordt tegenwoordig. En ik heb ook een demonstratie gegeven van 3D-printers. Zeer interessant, zo roepen de bezoekers achteraf. Het 3D-printen is nog niet heel bekend, maar moet wel het printen van de toekomst worden. Ik denk dat we in de toekomst sowieso veel meer geleidelijk aan zullen zien wat 3D geprint wordt. Misschien is het gewoon in de toekomst helemaal geen onderwerp meer, want is het heel normaal dat er veel dingen 3D geprint worden. Maar dat de techniek steeds vaker toegepast wordt, dat is absoluut zo, ja. 3D printen is in principe een productietechniek, dus een techniek om iets mee te maken. En het is een digitale productietechniek, dus je gebruikt een 3D-bestand om met een 3D-printerapparaat een object op te bouwen. In laagjes. Naast de presentatie werd er een kleine demonstratie gehouden met twee 3D-printers. Natuurlijk erg interessant, maar het is vooral het geluid wat de aandacht trekt. Ik heb vandaag twee 3D-printers bij me die werken met de fused-to-position modeling techniek. Dat is het versmelten van plastic eigenlijk in dit geval. Dat zijn de type thuisprinters zoals je dat zo noemt. De toegankelijke betaalbare 3D-printers die voor consumenten en ondernemers te gebruiken zijn op locatie. Ik vind het heel erg leuk. Ik vind het heel belangrijk dat mensen meer te weten komen over het onderwerp. Het is toch wel een hype zou je kunnen zeggen. Je hoort er veel over, maar je ziet het eigenlijk nooit. En als je op internet gaat zoeken naar informatie, dan kom je zoveel dingen tegen. Dat ik het heel leuk vind om een verhaal eromheen te maken. En het ook te laten zien in het echt hoe het werkt.